Hallo allemaal en welkom bij alweer de derde aflevering van How I Think It's Done. De show waarin we elke week een look gaan nadoen van Drag Race Holland. Deze week is het de derde aflevering. Drama Queens. So excited. Deze week stond bij de mini-challenge stond Queen's Day in het teken. En dat betekent koekhapper, spijkerpoepen, al die oud-Hollandse spelletjes die gedaan moesten worden. Om zo een winnaar te kiezen die dan de teams mag opsplitsen. Deze week waren dat twee winnaars, Cedar Jean en Madame Madness. Die mochten de teams kiezen en vanuit daar ze een serie nadoen. En een van mijn favoriete series is natuurlijk Gooise Vrouwen. En daarom gingen ze in deze aflevering een parodie maken op Gooise Vrouwen, namelijk Gooise Drags. Oké, Drag Race zou Drag Race natuurlijk niet zijn als het direct begint met drama. Cedar Jean is het niet eens met de uitslag van de jury. Hij vindt dat Madame Madness naar huis zou moeten. Dan is Abby Oh My God ongelooflijk kwaad op Lady Decay. Want zij zegt dus dat haar look te makkelijk is. Dat het niet doordacht is. Of dat misschien het wel doordacht is. Maar de uitvoering gewoon super slecht is. Abby Oh My God denkt echt bij haarzelf van: heb ik jou om mijn mening gevraagd? Want laat maar zeggen, als ik jou om mijn mening vraag, dan mag je me alles zeggen. I can take it. Maar ik heb jou niet om een mening gevraagd, dus vind ik dat je niet zo mag doen. Ik kijk ernaar en ik denk alleen maar bij mezelf: vriendin, je doet mee aan Drag Race. Iedereen gaat zijn mening uiten over jou, over die of over die. Als je die mening niet wil, kun je beter vertrekken. Maar ja, aan de andere kant, ik snap haar natuurlijk ook wel. Want haar idee was: Pride gaat dit jaar niet door Miss Crones. En dat vindt ze heel erg vervelend, want Pride is gewoon heel erg belangrijk. Laten we daar eerlijk over zijn. En ook deze week weer, ze zegt dat haar outfit is gemaakt als een soort van zaddoek om haar heen. Om haar tranen weg te vegen voor de acceptatie die duidelijk achteruit gaat hier in Nederland. Dat is super important om te bespreken. Het feit dat die tulpen dan hangen door het licht, dat ze laat maar zeggen het niet konden houden om rechtop te blijven staan. Dat is zonde, maar in principe vond ik het concept van die hangende bloemen over het feit dat zij zich uit over dat ze verdrietig is daarover en dat ze daar moeite mee heeft, vind ik wel weer heel erg mooi. De jury vond het minder. Nu vragen jullie je waarschijnlijk af: welke look ga ik deze week doen? En tot vanochtend wist ik gewoon niet welke look ik wilde doen. Het is inmiddels zondag en ik heb hem donderdagnacht al gekeken, omdat ik me eigenlijk gisteren al wilde filmen. Maar ik wist gewoon echt niet welke look ik wilde doen. En nu heb ik een besluit genomen. En ik ga de look van Envy Peru doen. En de reden waarom ik dat zeg op deze manier is gewoon omdat Miss Envy Peru is gewoon vet goed in haar make-up. Het is strak, het is fishy. En ik weet gewoon niet of ik de kwaliteiten heb of al heb om ook die look zo te krijgen zoals zij hem gaat doen. Dus ik dacht, nou, dit is een goede uitdaging voor mezelf. Eerst even voor mijn wenkbrauwen, voordat ik mijn wenkbrauwen ga doen, dit gedeelte witter maken. Want in haar look is het gewoon een stuk witter. Had ik het natuurlijk net over Miss Abby Oh My God, die zei dat zij vindt dat je niet je mening mag geven als er niet om gevraagd wordt. Nu ben ik gewoon wel heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Want laat maar zeggen, vind je dat als je meedoet aan de competitie dat je als toeschouwer je mening mag geven? Of vind je dat je gewoon je bek moet houden en dat je dan moet incasseren dat je een stinkhoer bent? Ik vind dat gewoon niet heel netjes. Laat maar zeggen, je doet gewoon mee aan de competitie. Fuck them all. Prove them wrong. Oké, cool. Dit is het begin. Kunnen we het heel even kort hebben over de queen? Megan Schoonbrood. Want oh, wat is die vrouw camp. Oh, wat
I love it though. Maar ze is ook echt zo fucking hoerig. Alles is zo seksueel. Ik heb even dingen opgeschreven die ze gezegd heeft in deze aflevering. En dat is... Ik denk alleen maar aan slikken. Ik wil gewoon niet altijd hoerig overkomen. En ik dacht alleen maar niet stijf worden en blijven lachen. Ja, dus als opdracht hebben de queens om parodie te doen op Gooise vrouwen. En ja, ik vond het echt wel hilarisch. Ik vond ook echt het team van Zeder Jean beter. Daar zitten sowieso mijn favoriete queens in. Zeder Jean, Mama Queen, Envy Peru en Chelsea Boy. Ja, dat zijn echt wel mijn favoriete queens. Oh. Nou, volgens mij heb ik de wenkbrauwen best wel aardig gedaan, maar ik twijfel echt een beetje of ze net niet te dik zijn. Maar ja, ik ben natuurlijk ook niet de beste wenkbrauw drawer, hè. Maar we beginnen aan de basis van de oogschaduw. Het is altijd heel erg belangrijk dat je echt gaat opbouwen. Wat als Nikki Tutorials ook altijd zegt. Eerst stamp ik het erin. Dus ze stampt dan echt de kleur in en later gaat ze pas blenden. Dus op een gegeven moment zijn de queens bezig met de acting challenge. Een mama queen slikt een paar visoliepillen. Kot ze daarna ook weer uit. Beter voor haar. Envy Peru gaat op een van de pit crew guys zitten. Merkt een erectie op. Vraagt om een kut en gaat er snel vanaf. Degene die gewoon het slechte was in deze acting challenge was Miss Abby, oh my god. Klemtoon. Ik vond oprecht dat ze, laat maar zeggen, de acting challenge goed hebben gedaan. Beide teams. Het tweede team was wel echt veel sterker. Ik vond het script van het tweede team ook echt veel leuker. Dus misschien heeft het daar ook wel mee te maken. Maar ik vond op zich dat ze het niet eens zo heel slecht deden. Ik vond het echt heel erg leuk. Fred van Leer zegt op een gegeven moment ook, ik heb echt van jullie genoten. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan gaan we verder in de aflevering met dat ze zich gaan klaarmaken voor de runway. Andy Peru vertelt dat ze het heel lastig vond om überhaupt te durven accepteren. Omdat het feit dat ze homoseksueel is. En dat ze zei, het zou toch niet zo zijn? Het zou toch niet zo zijn dat ik gay ben? En dat gevoel herkende ik gewoon zo erg. Laat maar zeggen, dat is niet wat je wil. Laat maar zeggen, er is helemaal niks mis met queer zijn, in de LGBT zitten en, laat maar zeggen, net een beetje van die norm afwijken. Maar weet je, jij kan er misschien geen probleem mee hebben. Maar dat wil niet betekenen dat zij of dat ik er geen probleem mee heb. Alles moet je eerst accepteren voordat je daarin verder kan. Dus laat maar zeggen, als ik gelukkig wil worden, dan moet ik eerst accepteren dat ik homoseksueel ben of dat ik queer ben. En vanuit daar kan ik pas verder naar de zoektocht naar geluk. Laat maar zeggen, iedereen is, nou, ik snap niet waarom je er zo lang over doet voordat je uit de kast durft te komen. En weet je, het is toch allemaal geaccepteerd en maak je toch geen zorgen, maar zo werkt het niet. Het is ten eerste niet geaccepteerd en ten tweede maakt het helemaal niet uit wat jij vindt of hoe je erover denkt, want het gaat nog steeds over mij en over mijn leven. Dus ik vond het heel mooi dat ze dat vertelde en ook dat ze zei dat haar moeder het heel erg vond. Weet je, en dat zijn die momenten waarom Drag Race belangrijk is. Het gaat echt om een stukje educatie. Super belangrijk dat daar les over gegeven wordt, dat kinderen leren wat er allemaal bestaat in deze wereld en hoe mensen zich kunnen voelen. En dat ze op jonge leeftijd al denken, hey, misschien ben ik homoseksueel. Nou ja, wat maakt het uit? Het maakt helemaal niks uit, want ik ben gewoon een mens en daar draait het om. Nou ja, het gaat ook niet per se om mens zijn, maar kijk, we mogen echt in onze handen knijpen dat er een programma zoals Drag Race op dit moment in Nederland is. Want ik vind het gewoon super belangrijk dat het bestaat en dat het er is. En dat het awareness brengt. Maar bijvoorbeeld toen Drag Race announced werd, ga maar op Facebook kijken. Ga maar op Instagram kijken. Al die mensen die erop reageren. Al die mensen die er in principe niks mee te maken hebben, maar wel vinden, moet dit nou? Ik moet wel toegeven dat ik een klein beetje stuk ging toen er werd gevraagd wie echt de jury ging impressen met zijn of haar look.
dat met een madness echt zei, ja, ik ga jullie wel echt impressen, want ik ga een cow look doen. En daar wordt dan op gereageerd, it's already been done, by Juno Birch. En dat is waar, want zij heeft inderdaad al een koeien look gedaan. Maar ja, dan nog, weet je, alles is natuurlijk al een keer gedaan. De vraag is alleen, hoe ga je het zo creatief mogelijk oplossen? Of hoe ga je het zo creatief mogelijk doen dat het je toch nog iets vernieuwends toebrengt? Merk ik sowieso wel dat wat queens zijn die niet helemaal weg zijn van Madame Madness. Omdat ze het er misschien te makkelijk van afbrengt soms. Dit moet, laat maar zeggen, goud gaan worden. Maar ik heb geen goud pigment. Alleen maar een soort van gouden glits die er overheen gaan. Maar die dekken niet echt goed. Dus ik ga het eerst met geel ga ik het rustig aanbrengen. En daarna ga ik er met die gouden glitter overheen. In de hoop dat ik een beetje... dat ik een beetje die gouden uitstraling ga krijgen die Envy Peru in haar look heeft. Nadat de queen zich hebben klaargemaakt voor de runway, komt natuurlijk eerst Fred weer op in een nieuwe look. En de look van Fred dit keer was echt wel een stuk beter als de vorige keer. Daar was ik heel erg blij mee om te zien ook. En ik vond sowieso echt het jurycommentaar vond ik echt veel leuker als het commentaar hoe het de vorige keer gegeven was. Het was veel fishier, veel shadier, maar dan wel een soort van... op een respectvolle manier. En dat Rick Paul als gastjury erbij was. En die dacht het echt heel leuk. Hij heeft er echt verstand van. Dat merkte ik ook echt wel. Dus gewoon het feit dat er een keer iemand in zit. Die ook echt heel veel verstand heeft van een bepaald iets. Nou ja, Olga was natuurlijk ook goed met haar sportdingen en zo. Rick Paul in de gastjury. Hij mag voor mij wel vaste jury worden. Hij was echt heel leuk. In ieder geval, hij mag echt veel vaker terugkomen. Gewoon dat Rick Paul's jury vindt het gewoon leuk. Want hij is gewoon wat hij vindt. En hij vindt gewoon heel vaak dat dingen gewoon nog geiler moeten. En nog overdrevener moeten. En nog hoeriger moeten. En ik vind het echt goed. Want als drag queen moet je gewoon een beetje hoerig zijn. En laat maar zeggen, daar moet je echt op inspelen. En hij gaf die aanwijzingen gewoon echt super goed. En ik denk dat de queens daar echt heel van hebben gehad. Hij is natuurlijk zelf een performer. Dus hij weet hoe het is in het vak. Nu eventjes snel off camera mijn wimpers opplakken. En dan zie ik jullie zo weer terug. Dat was me toch een pleuriswerk, zeg. En de winner of this week's challenge is Mama Queen. Oh, ik ben zo blij voor haar. Mama Queen, gefeliciteerd met je win. Dan heb ik toevallig 2 weken geleden eindelijk een lippotlood gekocht. En volgens mij is dat best wel in die kleur. Nou meiden, ik denk dat ik wel klaar ben eigenlijk. Nou, ik ben echt super tevreden over deze look als ik eerlijk ben. De lippen mogen misschien wel wat netter de volgende keer. Of misschien moeten ze toch iets minder paars. Maar ik ben er wel echt heel erg blij mee. Het grootste probleem met deze hele look is mijn haar. Want ja, kan er gewoon even niks meer mee. Dan moet ik echt naar de kapper. Super bedankt allemaal voor het kijken naar de 3e aflevering van How I Think It's Done. Deze week dus de look van Envy Peru. Misschien heeft ze nog tips voor me. Want dit is niet zo afgewerkt als dat zij hem doet. Maar ik ben wel erg tevreden. Ik heb veel mogen leren. Ik hoop daarom ook echt dat jullie volgende week weer kijken naar een nieuwe aflevering. Ik ben ook super benieuwd naar de nieuwe aflevering. Want ze gaan vogen. En I love it! Extra beef tussen 2 queens. Ik heb er echt super veel zin in. Ik merk echt dat het niveau omhoog gaat. En dat iedereen een beetje begint te wennen aan de positie waar erin zit. En dat maakt het tv kijken gewoon een stuk leuker. Dus ik kan niet wachten tot volgende week. Jullie hopelijk ook niet. Ik zie jullie volgende week. En een hele fijne dag. Later. I'm a boss, I'm a bitch and I boss, I'm a shine like gloss, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and I boss, I'm a shine like gloss, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and I boss, I'm a shine like gloss, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and I boss, I'm a shine like gloss.